Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan groei je op en dan stopt dat, heel spijtig genoeg. Vandaar deze podcast, de niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. We zitten vandaag live in Comedy Club TC De Mol in Leuven. En ik heb een fantastische gast bij mij, een improvisatrice, schrijfster, nog iets? Mama. Ook. Ook. Dames en heren, Katrijn van Bouwel. En Katrijn, we hebben een titel gekregen van ons publiek. Er was eens een mol die heel goed kon zien. Niet blind, dat riep eens eerst, maar dat was niet goed genoeg. Er was eens een mol die heel goed kon zien. Goed, hier gaan we dan. Er was eens een mol die heel goed kon zien. Maar metafysisch gezien was hij blind. Blind voor alle problemen in het mollenwereldje. Voor hem waren er geen problemen. Hij graafde en graafde en groef en grief. En graaf en grof. Had hij maar ooit een blik kunnen werpen op een grammaticaboek. Hij zou alles hebben gezien en geleerd over vervoegingen en verbuigingen en de wonderwereld van de Nederlandse taal. Maar ach, de mol groef gewoon verder, at wormen en was blind voor alle problemen rondom hem. En die problemen waren legio. Vriendjes van hem werden doodgestoken, levend begraven, verdronken. Verwerkt in pelsen, frakjes van vrouwen die niet gewoon een nerts of een hermelijntje konden betalen. En werden uitgevoerd naar Japan om daar als schaamhaarpruik te fungeren. Kortom... Konnichiwa, niketa. Heel veel problemen. En op een dag, hij was aan het graven en zijn beste vriend Benjamin... kwam achter hem aangekropen. Wacht! Want die kon uiteraard niet zo goed zien. En botste steeds met zijn snuit tegen de achterkant van onze mol, die trouwens Victor heet. Victor, de vrolijke mol. Victor had ondertussen al een eeltplek ten grootte van klein China op zijn bil door alle mollen die steeds opnieuw weer tegen zijn anus, bilpartijen en dijen schuurden. Hij had ermee leren leven. Zijn leven was aangenaam. Behalve dat natuurlijk. Hij draaide zich om en hij zei... Benjamin, wat is nu het probleem? Ik ben hier aan het graven. Ik ben mij niks aan de wereld aan het aantrekken. Wat is het zo dringend dat je mij de hele tijd komt lastigvallen? Benjamin had heel veel emoties. Het is allemaal begonnen deze morgen, Victor. Vertel, Benjamin. Ik had opeens het gevoel dat ik iets miste. Ja, ik kan goed ruiken. Ja, ik kan goed graven. Ja, ik kan goed horen, maar... Victor, jij vertelt me altijd dat zien waar jij het over hebt, dat kijken of zo. Ik zou dat ook willen, Victor. Ja. Ik zou dat ook willen. Ja, zei Victor... Maar kijk nu eerst naar mij, Benjamin. Ik sta hier. Hallo. Ja. Ja, Benjamin, als je ooit eens een grammaticaboek had gelezen, dan had je geweten dat het zien is en kijken. En niet zien en kijken. Het zijn gewoon woorden die zo ver staan van mijn belevingswereld dat ik er amper klanken voor heb. Benjamin, wij leven onder de grond. Er valt hier toch niks te zien. Het is hier donker. Dus jij hebt het volledige zicht als enige van onze mollensoort en verkiest toch om gewoon in het donker te blijven? Oeh, stel jij dan voor dat ik als enigste mol misschien boven de grond moet gaan leven? Victor, je weet toch dat boven de grond gevaren heersen? Gevaren van boze tuinders, krankzinnige boeren en blote foeven op zoek naar onze pels. Zou je dat wel doen, Victor? Zou je dat wel doen? Maar Victor trok zich niks aan van alle gevaren en alle problemen. En hij zei van, de wereld is van mij. En voor de eerste keer in zijn leven begon hij zich verticaal te bewegen. Eerst naar beneden, en dat was fout, maar dan naar boven. En zo kroop hij... stilletjes aan naar boven en voor de eerste keer zag Victor licht. Het deed eerst pijn. Zowel aan zijn ogen als in zijn hart, want hij besefte dat hij zoveel gemist had al zijn mollenjaren lang. Hij kwam tot boven de grond. Hij rook ook iets anders dan... Hij rook het verse gras, hij rook de bloemetjes. Hij rook de lucht... die anders rook boven de grond dan onder de grond. En voor het eerst, als hij diep ademhaalde, kwam er geen grond in zijn neusgaten, maar gewoon niks.
Dat was wennen. Dat was raar. Dus hij snoof nog eens. En toen wist hij van, hey, het is hier best plezant. En hij begon boven de grond te kruipen. Hij begon de wereld te verkennen. Hij ontmoette een vlinder. Een eekhoorn. Een hamster. Een das. Een vos. Een blikje cola dat niets terug zei. Het was een bizarre wereld waar Victor nog nooit van had gehoord. Hij gaf zijn ogen de kost. En wist, dit moet ik vertellen aan mijn vrienden beneden. Zullen ze me wel ooit begrijpen? Kan ik nog ooit bij hen horen? En toen zag hij het grootste dier dat hij ooit had gezien. Het grote dier had een salopet aan van jeans, groene laarzen en een blinkend metalen ding in zijn handen. Hij dacht, wauw, dit wordt de grootste vriend dat ik heb. Vol vreugde schuifelde hij op zijn molle buik naar de rubberen laarzen. En hij zei, hey, ik ben Victor. Oh, wat is dat? Zei de West-Vlaamse boer. Oh, dat is een mollebeest. En hij stak met zijn schub Victor in twee. De West-Vlaamse boer was het laatste dat Victor, de mol die goed kon zien, heeft gezien. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je echt goed kunt zien, dan blijf je vanzelf weg uit West-Vlaanderen. Dank u wel. Slaap lekker.